Peter, je bereidt je voor op de wedstrijd. In de kleedkamer. Je gaat het veld op. Iedereen enorm de focus erop. En na 2 minuten gebeurt er iets vreselijks. Nou ja, vreselijks. Je hebt de hele wedstrijd nog om dat recht te trekken. Hè. Dus je kunt hem maar beter dan in de eerste minuut tegenkrijgen dan in de 90ste, zeg ik altijd. Op zich verandert er ook niks aan het strijdplan. Alleen, het is wel even slikken. Dat mag duidelijk zijn. Ja, maar het leek net alsof ze er helemaal geen last van hadden en gewoon hun ding weer gingen doen. Kortom, veel balbezit, maar weinig effectiviteit in de eerste helft. Ja, nou ja, dat. Zij vonden het wel best. Of nou ja, wij dwingen ze dat we zelf veel in balbezit zijn op hun helft spelen. Dat hebben we redelijk goed gedaan. In de eerste 45 minuten konden ze nog wel steeds de gaten redelijk dichtlopen. Alhoewel met name over de rechterkant toch wel steeds Quincy vrij hadden. Of Benjamin als hij aan de rechterkant speelde. Las aan de binnenkant veel vrij was. Dus op zich hebben we dat redelijk goed gedaan. En alle gevaar, als we elkaar al vrij speelden, gebeurde met name in de as of aan de rechterkant. En links gebeurde niet zo heel veel de eerste helft. Dat klopt wel. Ja, precies. En dat tweede doelpunt, organisatiefoutje of... Ja, kijk, de eerste doelpunten hadden indraaiende vrije bal. Ik denk dat Tariq wellicht iets te laat start. Die zou misschien kunnen blokken, maar dat blijft gevaarlijk. Zo'n aanvaller kan. Die heeft initiatief, zeg maar. Die start en jij moet erop reageren. Als verdedigende partij, nou ja, als die ballen dan hard voorlangers komen dan en aangetikt worden, zit hij erin. En dat gebeurde. Raken ze hem niet aan, heb je kans dat hij bij de tweede paal binnenvalt. Die tweede goal was een korte corner. Hij valt bij de tweede paal en volgens mij moet Vink Luijver daar handelen en die moet gewoon de bal aanvallen. Maar goed, en dan sta je dus met 2-0 achter in de rust en dan zie ik opeens een herboren, eigenlijk nog beter, DVS. Ik vond zelfs de tweede helft DVS, ik heb ze weinig zo goed zien spelen. Het zijn wel meer goede wedstrijden geweest. Ik moet zeggen, we hebben ook wel echt heel in de rust aangegeven. Zat er toch redelijk verslagen bij. Er zijn meer wonderen gebeurd. Ik vond ons oppermachtig. Ik zeg, volgens mij gaan we de tweede helft nog meer balbezit krijgen. Gemeente wisselen. Stef erin en Nassim erin. En eigenlijk zijn we 45 minuten lang de baas geweest voor wat dat betekent. Hè. Dus was veel balbezit wat we de eerste helft ook al hadden. Maar ook wel redelijk veel bij de goal van hun geweest rond de 16. Schietkansen, niet echt hele grote kansen. Goede 2-1, mooi moment ook, gelijk naar rust. Zeiden we ook, we moeten zorgen dat we de eerste fase gelijk een goal maken. En dat gebeurde. Het was eigenlijk wachten op 2-2. En dan valt die 3-1 erin. Moet je er weer 2 overbruggen. We hadden zelfs zoiets, maak je hier de 2-2. Dan ga je toch met een goed gevoel weg. Hè, want dan kom je terug van een 2-0 achterstand. Een redelijk goed veldspel. Zit je toch met elkaar met een redelijk voldaan gevoel in de kleedkamer. En dat hadden we nu niet. Ik had echt het gevoel van, wat is ons overkomen vandaag? Het is echt doodzonde. Want zelfs bij die 3-1 dacht ik nog, het komt toch nog goed. Want er zat intensiteit in de wedstrijd. Veel beweging, strakke ballen naar elkaar. Ik heb echt genoten van de tweede helft, ja, Peter. Nee, wij ook wel. Gevoelsmatig zit je heel erg tegen die achterstand aan te hikken. Maar neem niet weg als je nog eens een keer terugkijkt, inderdaad, dat we een redelijk veldspel hebben laten zien. En zij eigenlijk toeschouwer waren. Wat je dan wel vaak ziet, is dat je misschien geslagen wordt in een counter. Maar zelfs dat niet. Maar over het veldspel, of wat het veldspel betreft in die tweede helft, ik denk dat dat naar de wedstrijd van zaterdag toe toch wel lekker is. Ja, maar ja, ik vind eigenlijk al dat we vorig jaar hebben ingezet, zeg maar, het veldspel. Waar eigenlijk vorig jaar alle wedstrijden de bal hadden. En dat zie je eigenlijk dit jaar ook. We krijgen steeds de bal, of tenminste, we zijn dus alle wedstrijden in staat om veel aan de bal te zijn. Waarbij we eigenlijk op bijna alle wedstrijden ook wel een redelijk veldspel op de mat leggen. Neem niet weg dat het nog steeds hartstikke het makkelijkste is om te organiseren met z'n allen achter de bal, wat de tegenstanders allemaal doen en op eigen helft wachten. Dat is makkelijk te organiseren. Hè. Dat heb je tegen ons gezien, tegen Eindhoven, toen hebben wij dat ook gedaan. En dat kun je goed organiseren, zeg maar. Daar voetballen we wel steeds tegen en dat is niet makkelijk.
Mooi was het ook, vond ik, dat er een enorme drive achter het spel van Stef Nijland zat. Ja, nou, om er nou een bijzonder eentje uit te halen. Ik vind dat we al weken, eigenlijk alle wedstrijden. Er is geen wedstrijd waarin we mensen hebben kunnen betrappen op dat ze hun best niet deden. Dus eigenlijk alle wedstrijden wel. Ja, en ook Stef viel goed in. Ik vond Nassim goed invallen. En er waren wel meer die een prima niveau haalden. Ja, goed om te zien. Hè, want daar, dat is wel prachtig. Hè, natuurlijk dat soort jongens erbij zijn, er weer bij zijn. Ja, dat betekent gewoon dat het niveau weer toeneemt, zeg maar, op de trainingen. Maar ook dat je weer niveau kunt brengen wat je op de bank hebt. Het heeft het groepsgevoel niet aangetast zaterdag? Ja, weet niet. Je weet nooit wat zoiets doet natuurlijk. We waren best wel teleurgesteld. Maar meer een beetje ongeloof van wat er ons overkomen, weet je wel. Dat je zoveel aan de bal bent, zo eigenlijk dominant aan je tegenstander. Ze hadden natuurlijk 2 weken lang niet kunnen trainen. Twee keer niet kunnen spelen. Dat kon je ook echt wel zien bij hun. Daarom is het jammer dat we die wedstrijd niet naar ons toe hebben kunnen trekken. Dus, en wat dat doet met de groep, zullen we deze week weer zien. Zaterdag op naar Barendrecht. Barendrecht. Ik denk dat die wat meer aan het spel gaan deelnemen dan Stedoco. Ik hoop het. Hè, maar ook hun geld natuurlijk. Volgens mij is het een derde wedstrijd al die eruit lag dit weekend. Hè. Dus ook maar zien hoe zij weer naar zo'n wedstrijd toe leven. Hoe ze erop staan. Grote onbekende. Gaan zien. Veel succes met de voorbereiding. Dankjewel, man.